Als je zo kijkt, joh, dit is toch fantastisch. Onze speelsters spelen hier, je kijkt uit op het Rijksmuseum. Het weer is goed. Ja, dit is geweldig dat we dit in Amsterdam kunnen huisvesten, dit is zo'n evenement. Basketballen, skateboarden, BMX'en. Het Museumplein is dé plek waar sporters hun skills kunnen laten zien tijdens de Urban Sports Week. Onderdeel van het evenement is het WK 3 tegen 3 basketbal. Wat vind je van al deze sporten hier? Leuk. I just came to the city center and then we saw this happening, so yeah, it's fun. I like it, yeah. Tot een paar jaar terug was er geen echte basketbalcultuur meer in Amsterdam. De provincie sponsort EK's en WK's en dus ook dit WK 3x3 basketbal. We zetten in op urban sports, dat vinden we belangrijk, dat past ook heel erg bij Amsterdam. En uiteraard wil je inspiratie bieden, wil je jonge mensen hier laten zien wat het kan zijn dat je hier mag excelleren op het allerhoogste niveau. En die inspiratie is wel heel erg belangrijk, ook voor de jeugd, om te laten zien van joh, kom in beweging, ga sporten, kijk wat er mogelijk is. Remco Frankin basketbalt al sinds zijn 12e en komt nu uit voor Nederland op het WK als dunker. 3 tegen 3 basketbal, ja. Het zit natuurlijk al in de naam. Je speelt het 3 tegen 3 in plaats van 5 tegen 5, zoals traditioneel basketbal. Het gaat dus ook veel sneller, want je speelt daardoor op een half veld. Het verschil is ook de bal. Om het toegankelijk te maken voor zowel mannen als vrouwen is het een grootte van de damesbal, maar heeft het gewicht van een herenbal. Daarnaast heb je bij 5-5 basketbal een schotklok van 24 seconden. En in 3-3 is dat 12 seconden. Dus dat maakt het spel veel dynamischer, veel sneller. En eigenlijk veel meer exciting, zeg maar. Hey, wat vind je van zo'n Urban Sport Week? Alles van mijn jeugd is hier gewoon basketbal, skaten. Dus ik vind het tof, sowieso. Goed weer erbij. Ja, dat brengt zoveel kids naar BMX, naar skateboarden, naar basketbal, naar alles wat hier speelt. En dat is natuurlijk super tof. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.